In de toekomst zullen mensen veel meer zelf de zorg gaan betalen, maar ook zelf de zorg gaan bepalen. Dat is om financiële redenen, maar het is ook omdat oudere mensen veel meer zelf de regie willen hebben. Er komt bij dat mensen wel op tijd moeten nadenken waar ze oud willen worden en hoe ze oud willen worden. Hè. Dus bij het, hoe ze oud willen worden, is mijn huis geschikt om hier oud te worden? En als het niet geschikt is, hoe kan ik het dan geschikt maken, bijvoorbeeld door het aan te passen? De ervaring leert dat mensen daar eigenlijk te laat over nadenken en zich toch overvallen voelen door die vraag. Dat ze plotseling het geld nodig hebben, want hun partner is ziek geworden of het lichaam laat hun in de steken en het huis moet nu eigenlijk al worden aangepast. Die feitelijk krijg je van de bank of van een andere partij krijg je een voorschot. In een voorschot op die toekomstige verkoopopbrengst. Dat is eigenlijk wat er gebeurt. Je gaat het ooit verkopen, maar je krijgt nu alvast het geld. Er zijn verschillende manieren om het vermogen in het huis te gelden te maken, te verzilveren. De meest gebruikelijke manier is ook ga naar een bank. En dat is ook wat mensen moeten doen. Ga naar je bank, ga praten, ga op tijd praten met die bank om te zorgen dat de investeringen die gedaan moeten worden of de zorg die je aan huis wil hebben, dat je die ook kan financieren via de bank vanuit je eigen huis. Het is op dit moment nog niet makkelijk tegelijkertijd. Er zijn nog te weinig partijen die dit mogelijk maken. Maar het moet zeker kunnen, want nogmaals, er zit heel veel waarde in dat huis. Uiteindelijk is het maatwerk, want niet één positie is hetzelfde. Het zal toch ook afhangen van de waarde van het huis, het onderhoud wat er misschien nog moet gebeuren, het inkomen van het huishouden, enzovoort. Dus er zijn best veel variabelen die erbij betrokken moeten worden. Daarom is het wel belangrijk dat mensen zich heel goed informeren, goed weten wat ze doen en zich goed laten adviseren. Of door een adviseur in te nemen, of door iemand uit de omgeving mee te nemen, of door vanaf vereniging eigen huis te bellen. Weet wat je doet. En dan is een bank op zich een betrouwbare partij.